en daar gaat de telefoon. Dus ik moet hem opnemen en dat is Mary. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje mee. Tot later. Ik vind het zo lief. Met een kerstmannetje, pootjes. Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Jullie zijn weer bij ons, dus lekker aanbeland. En ik hoop dat jullie vandaag zullen gaan genieten van een, ja, hopelijk voor jullie een mooie, fijne dag. Het is hier in ieder geval grijs en grauw, dus het weer werkt niet mee. Maar je moet zelf het zonnetje zijn in huis. Het is vandaag dinsdag, de 12e van de 12e, gelijke cijfers, 2023 en we leven om 11:40. Ik ga zo met de meisjes uit en om een uur of één komt Erwin. We maken er weer gewoon een leuke dag ervan. Ik moet ook weer weg, ik moet sowieso de kaart op de port doen. Dus ja, we gaan er gewoon weer wat van maken. En ik moet zien dat ik weer honden eten krijg. Dus ja, dan moet ik helemaal naar de andere wijk. En ik moet ook een telefoontje plegen. Ik heb wat in mijn mond. Wat? Nee, weg. Pluisje. Kan gebeuren. Ja, niet zo erg. Nee, gaan we niet dood aan, een pluisje. Maar in ieder geval, we gaan gewoon vandaag er wel van genieten. Althans, we proberen dat. Ook wel weer een vlog in elkaar zetten. Dat gaat allemaal door. Dat is een dagelijks ritueel dat we dat moeten doen. Wij YouTubers, ja. En is er niet één, dan is er wel eens twee. En is er niet eens twee, dan is er wel eens drie. Ja, het legt me net aan of je de hele dag thuis blijft en niks te doen hebt, ja. Maar ik heb wel eens wat te doen, want ik ben ook maar alleen in huis. Ja, niemand die mij helpt. Ja, Willy, maar dat is ook maar twee keer in de week. En daar gaat de telefoon. Dus ik moet hem opnemen en dat is Mary. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is niks aan. Nee. Erwin, die is natuurlijk al lang al weg. Maar ook al lang al. Ja. En dat hij hier nog was, begon het te regenen en nog eens te regenen. En je ziet nu niks in de plassen, maar het miezert nou. En dat zie je dan ook niet in de plassen verschijnen. Dus je buienalarm kijkt, dan komt er straks toch nog veel meer en hoge heuvels. Dus ik ga de deur niet uit, nee. Ik moet die kaarten nog op de post doen, maar daar kom ik nou gewoon niet aan toe. Want ik laat me niet voor Jan met de korte achternaam, hè. Nee, ik wacht nog lekker een dagje en als het morgen al nog zo is, dan zorg dat ik weer andere kleding aan krijg. Andere kleding aan heb, in plaats van wat ik nu aan heb, ja. Yeah. Dus, het is zo vies, smerig weer. Ja, en ja, Erwin die zei al, we krijgen nog veel meer vanavond, zei hij. Ja, dat zal wel zo. Daar ben ik niet bang voor. Nee. Nee, hè? Moeten we er vanavond er doorheen, hè? Door dat slechte weer, hè? Hé. Hey. Vind jij dat leuk? Nee, ja. Met een machine liggen, hè? Helemaal lekker in een rolletje. Hé? Ja. En je hebt overgegeven ook. En die heeft vanochtend al overgegeven. Allemaal het overgeven, hé? Ja. Ja, behalve ik niet. Nog niet.
Maar ja, wat niet is, kan ik nog komen. En vooral zoals ik me nou voel. Ja. Niks aan. Je zou zo je bed weer in willen kruipen, hè? Ja, echt. Er is niks aan. Nee. Nou, ik draai jullie weer even om. Ja, ik draai jullie weer eventjes om. Ja, echt waar. Zo, daar zijn we weer. Even het klepje weer omdraaien, dan zien we wat ik film. Zo. Ja, er is echt bagger, bagger weer. Kom jij eens via je telefoon. Hup, hup, hup. Barbara Truk, kom hier. Voilà. Zo. Ja, ik glinster aan alle kanten, hè. Ja. Buialarm. Ik laat het jullie zien dat ik niet zit te zwammen naar mijn nekharen. Maar kijk. Gewoon niet leuk. Het is nou ja, het valt nu een beetje mee. Maar eerder dat ik die booster uit de schuur heb en mij aangekleed heb met jas en alles. Dan zit je in die hoge piek. Nou nee, vergeet het maar. Ja, vandaag maar even nog en niet. Ik was ook met andere dingen bezig. Ik heb weer trouwens een vraag binnengekregen van onze Marianne, onze Mirjam bedoel ik, Mirjam Eleveld, ja. Het is Mario, het is Marianne, het is Mary en het is Mirjam. Ja, allemaal met een M, ja. Boet. Het is wat. Maar in ieder geval, we gaan ook naar die andere buialarm kijken. Nou, kijk dan. Hij zegt dan nu dat het op dit moment droog is, maar het is niet waar, want ik zie het wel vallen zo. Want het is heel van dat hele fijne, ja, daar kan je niks aan doen. Dus ja, dat dus. Nou ja, en ik ben met dingen bezig op de computer, nog niet met de vloggen van dan ook, maar ik heb eventjes Mirjam net, Mirjam net gereageerd, dus ja, dat kan weer eventjes weggesloten worden. En dan ga ik eventjes nog wat voor mezelf doen. En het is ook zo donker, ja. En dat is ook niet fijn, je wordt er gewoon, ja. Het is gewoon niet fijn, zoals ik het zeg, het is niet fijn om dit weer te hebben. Het is de hele dag al grijs en grauw en niks aan en... Gisteren, wat zei Willy, ja, weer waar je chagrijnig van wordt. Nou ja, daar heb je gelijk in. Ja, iedereen wordt chagrijnig door dit weer. En dan moet je vrolijk blijven en vrolijk zijn. Maar ja, dat gaat ook niet altijd op. Nee, echt niet. Maar ja, ik heb wel wat leuks gekregen. Ik laat het jullie eventjes zien. Ik zal het eventjes pakken, want het staat op de eettafel. Dus ik laat jullie even hier. Ik doe het even nog anders. Ik zet het in de keuken even neer met licht aan. Ja. Even een lichtje erbij aan. Ik vind het echt leuk. Zo. Ik geloof dat ik het al wel had laten zien, maar nog niet met licht erbij. Ik had het al wel laten zien aan jullie, geloof ik. Ik weet het niet eens meer. Nou ja, merken we wel. In ieder geval laat ik jullie het gewoon weer zien. Ik heb het van Erwin gekregen, mijn begeleider dus. En dat heet slaapkamergeluk. Wat ik met slaapkamergeluk moet, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik hoef geen geluk op mijn slaapkamer te hebben. Want ik heb niet een man. Nee, ja, die is in de hemel. En daar blijf ik bij, ja. Maar ik vind hem zo lief. Ik vind hem zo enig. En er zit, ja, het zit erop. Kunstsneeuw of zoiets, ik weet het niet. Er zit witte troep op. Maar ja, ik zal jullie weer even omdraaien. Ik vind hem zo lief. Met een kerstmannetje, pootjes. En zijn hoofd van hout. En nog een kerstboompie. Echt leuk hoor. Echt geweldig, ja.
even een short van maken. Ik vind ze leuk. Ja, komt helemaal goed. En we houden gewoon weer vol goede moed. En ja, dit is hopeloos ellende hoor, dat is ook weer. Ja. Niks aan. Echt niks aan. Ja. Ja. En ik vraag me aan één ding af, hè, want daarom zie je even, ik zal even inzoomen. Die grijze paal die jullie daar zien staan, dat is voor elektrische auto's op te laden. En ik vraag me steeds maar weer af, wanneer vliegt er een auto in, ligt te laaien omdat het een elektrische auto is. Niet omdat die aangestoken wordt, want dat daar heb ik een hekel aan. Maar als ze moeten wel een beetje met een poten van allemaal spullen afblijven. Maar het gaat er mij om, als een elektrische auto in de brand vliegt, gewoon spontaan. Dan moet ik aan één kant lachen. Want ja, je moet niet een elektrische auto willen. Nee. Je moet er niet eentje aanschaffen. Echt niet, want ze vliegen ter zijner tijd in brand. Want je hebt er al zo vaak van gehoord dat er eentje, zelfs op de snelweg, hè, dat ze in brand vliegen, dat de chauffeur net op tijd eruit is. Anders verbrandt hij levend mee. Ja. Dus ja, je moet niet zo een auto willen hebben. Ja, ik hoor je. Ik zal eens weer even uitzoomen. Ja? Wat Loes? Wat Loes? Wat is Loes? Wat is Loes? Ja! Wat is Loes dan? Ja? Oh ja? 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 En toen? Oh, en toen? Oh ja? Is het waar? Ja? Nee? Hey, ik weet niet hoor. Ja, het is geweldig met jou. Hé? Ja! Het is geweldig met jou. Ja, en als ik je eruit laat, ben je met 2 seconden weer terug. Van me dit weer. Hé? Maar oké, ja, met dit weer is hij zeker snel terug. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik ga medicijn innemen vanwege mijn maag. En het wordt aardig donker terwijl het nog maar 15:28 is. Maar het komt door dat weer. Dus ja, ik zal eerst die helm even handmatig aandoen. Kom op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo, die is aan. Voilà. En moet ik even de afstandsbediening hebben. Dan zullen we dat ook even aan gaan doen. Ja, dat is allemaal aan. En de rest, dat moet ik via Google Hub doen. Dus dat doen we nou maar niet. Nee. En ik vind tot die kerstboom, dat vind ik nou nog niet nodig. Nee. Maar ja, we hebben weer een klein beetje verlichting. Dus helemaal goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed.
probeer ondanks de druilerige vieze rot weer te genieten. Geniet ook een beetje met ons weer mee. Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik sta in een bijna donkere kamer om naar bedje toe te gaan. Ja, het is 12:04. Ik ben back en back en back af. Ik zou een vlog in elkaar zetten, maar dat is het niet geworden, want ik zit half te slapen. Ik denk, bekiek het maar. Ik denk, dan morgen maar hoor. Ja, er staat er nou nog eentje in, die is voor morgen. Dus ja, ik loop best op achter, maar het komt wel weer goed. Dus wij gaan een beetje toe, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard allemaal morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allen de wacht. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Dus tot dan, doei doei.